Zo, goedemiddag allemaal! De bende van de ellende! En denk erom, want we hebben al gezien dat er eens een tas verloren is langs die hekjes. Huppakee. Nou, we zijn nu op weg naar Cuff. Er is een kunstmarkt. Nou, we zijn nu in Cruf. En Enna dacht dat het een kunstmarkt was. Maar het is natuurlijk gewoon een vlooienmarkt. We zijn weer weg naar de fietsen. Ik heb even wat warms gegeten, wat gedronken. Zo, nou, druk bezig met het eten. Jawohl. De rijbekoeken. Je ziet het wel, hè? Er is er maar weer één aan het werk hier. En de rest zit gewoon te zitten. Hier, kijk, die zitten te suipen en te zitten. Alweer één. Van wie is dat rode wijn? Die is zeker van de heer W. uit H. Ja. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik noem geen namen hoor. Ik noem echt geen namen. Zo. Goedemorgen. Eerste paasdag. De bende van de ellende is zagen weer klaar aan het maken. Om de moezelen onveilig te maken. Feest, welke feest? We gaan vandaag op weg naar Bernkastel Kuus. Ik moet even iemand zijn fiets achteruit rijden. Dat ga ik dan nu subiet doen. Nou, we zijn onderweg. En ik dacht dat we trappen fiets waren, maar de ondersteuning staat nog niet aan. Kijk, daar gaan we. Thank you.
van de moesten filmen. We zijn op weg naar Bernkastel-Kues, maar dat zal ik ongetwijfeld wel al gezegd hebben. Ik hoop dat ik het een beetje kunnen horen. Ik zal straks de windjammer er even op zetten. Ik heb al bij me, maar dit niet goed gedaan. Er staat toch wel een beetje wind. Het is ook nog wel een klein beetje fris. Het is wel prachtig stralend weer, maar als je aan het fietsen bent, dan is het toch nog wel koud. Dus kijk hoe mooi de bomen hier in bloei staan. Mooie bloesems eraan. Zo. Nou, dit ziet er toch weer even heerlijk uit zo, hé. Nou, even tafeltje zoeken waar we kunnen zitten met z'n allen. Kijk. Nou, weer vergeten te filmen. Maar kijk, oh, daar zit er nog één te eten hoor. En daar nog wat. Daar is er eens. Daar is er eens. Stiekem een klein beetje. Handjes omhoog. Ja, goed zo. Meedraaien, Taki. Zo val ik. En dan. Ik ken er ook pakken hoor. Ja, dat is André, dat hij aan het pies is. Mooi hoor, hier. Zo, dit was Bernkastel-Kues. En nu gaan we weer verder. Mooi, hè? Ja, ik moest even kijken of mijn camera het deed. Nog 4 minuten, zegt Lena. Oh god, dan moeten we eerst weer een heel stuk naar beneden, straks weer omhoog.
Nou, op weg naar het automuseum. Nou, we zijn in het automuseum. Maar moet je kijken, dat is het grootste probleem van de wagen. En als je dan ziet wat erin zit. Ja, dat is Open recordje. Belangen daar niet. Is dat een Audi? Opel. Oh, dit? Dit is Opel Blitz. Oh ja. Dat zeg ik, als je ziet hoe groot het achterlijke ding is. Geweldig, echt geweldig. Gisteren zagen we ook die mooie BS-code en een Manta rijden. Zo een. Zo een heb ik ook nog gehad. Zo een heb ik ook nog. Die, en ik heb er ook zo een gehad. 12 is een zeetje. Nee, die kappen ook aan de zijkant. Wat een ander. Volgens mij kan je hier ook de dak aan halen. Ja, dat is een harde kap. Die is een harde kap. Een ding, joh. Hey, deze is ook leuk. Ja. Ik heb in ieder geval zo'n modellen sterren ervoor gehad. Zo, ik moet wel uitgelezen, hoor. Ja, maar dit is wel een leuk. Ik moet wel een hartstikke. Dit is Duits. Gaaf, man. Ik zeg, het lijkt wel de voorloper van de Volkswagen Kever. Ja. Hij is breder. Hey John, dat zijn nog eens prijzen, 36 cent. Ja. Ja. Hier zo. Wat je zegt, hij is niet goed en hij is niet slecht. ANWB. ANWB Wegenwacht. DKW F8 Cabriolet. Gene, yeah. Yeah. We live in our dreams.
is toch ook snel aan zijn einde gekomen? Ja. Ja, in deze tijd. Kijk hem nog allemaal. Kijk hem nog maar. In deze tijd, zegt hij ook nog. Ik ben heel curieus. Gaat hem niet worden. Hij is zo heen. Ik ken er niet in, hè? Ja. Maar deze vind ik ook. Een trabant? Ik dacht eerst dat het een Daffy was. Ja, dacht ik ook een trabantje. Ik ging ook met een warme wakker, die moest hem ook lang in de warmte houden. Ja. Kijk, hier, Baantje is nog bezig met zijn Duitse collega. Oh, dat is ook leuk, allemaal. Ach ja, dat kost maar 480 euro. Nou Ivo, je weet het hè, je kent dat werk. Nou, dat was het automuseum. En jetzt fahren wir nach der Camperplatz. Ja, Wohnmobilstellplatz. Oh! Max Verstappen ging voorbij. Hé, hey, je bent gedisqualificeerd hè? Hier naar beneden, André. Nou, het is bijna 4 uur. En we zijn weer terug in Utrecht. Het was weer een leuke dag vandaag. Straks nog even lekker uit eten met z'n allen. Nou, daar gaan we weer. Onderweg naar het restaurant. Lekker even eten. Het is echt heerlijk weer. Hallo. Hallo. Nou, hier gaan we eten. Wacht even. Wacht even. Opsporing take verzocht. Take one. Wat vertelt u? Wie heeft u vermoord? Gaat lukken. Water. Doei doei. Doei doei. Groetjes als je Jenna. Tot volgend jaar. Ja. Ja. Tot volgend jaar. Doei doei. Wat is dat nou, Takkie? Waar gaat hij nou heen? Gaat hij weg? Gaat hij weg? Nou. Na jaren zijn we weer eens terug. Frans Jozef Weiss. Kom eraan, Helle. Nou. Een slechtere ding op de auto gezet. Kijk. En dan houd de bodem vast. Het is inderdaad een duur. Nee, maar die andere. Nou, we zijn nou even op weg naar Kochem. Net inkopen gedaan bij Frans Jozef Weiss. Even een wijntje gehaald. En dan kijken we even straks nog in ernst.
of de slagerij open is, dan gaan we even koelassoep halen. En dan op naar, naar Kochem. Nou, we zijn weer in Ernst. En we hebben weer koelassoep meegenomen van de slager. Dat is Hachi. Ja. Nou, daar zijn we er. Oh, dan is het ook geen 10 kilometer, André. Het hele kasteel is weg. Ik zweer het je. Om die hekken. Ah, ik zie hem. Oh ja, kijk, daar staat hij, de Uber. Nou, daar lopen we dan. We hadden geluk. Er was precies één invalide plek over hier. Was dat hier? Ja, die komt zo uit. Die komt zo uit de Alpen vandaan. Dus die gaat dadelijk ook jodelen hier, jodelen doen. Hier denk ik. Ik. Ja, het is goed. Doei. Nou, vraag ik het toch even. Ik heb mijn telefoon niet mee. Nee, en ik weet het niet meer. Kind, loop in Amsterdam, je doet die mee eens terug. Ja. Nou, het is weer lekker druk. Ik kom gewoon. Dan loopt ook gewoon met die mee, hè? Dan vergeet ik nooit meer dat Robert toen zei, ja, mijn moeder heeft een lekker wijn. Even die kant op. Ik heb precies het zonnetje in beeld. Daar is dat kapucijnersklooster. Ja. Neem ja, Jantje van ons foto. Nou, het is weer bijna 1 uur, dus dan weten we het wel weer, hè? Niet zoals met Moezelblik. Nou. Nou, daar zitten we dan. In het Schnitzelparadijs. Ik heb een losse auto gehoord. Lekker hoor, jongens. Eet ze hoor. Zo. Nou, de schnitzel zitten erin. We gaan weer op weg naar de camperplaats. Zal Jan van den Berg even een tikkie sturen? Ja. Ik word gek van die vrouw. Ik heb geld bij hem, die gozer. Ik heb al zoveel tikkies gehad van mijn hele hoofd doet zeer. Hey, wat hadden we nou voor... Dus tot later. Feestig. Nou, daar zijn we er weer. En die gozer staat in een grote t-shirt. Die heb niet de Robert te maken. Goedemorgen. Het is dinsdag 19 april. We gaan weer naar huis. Het is nu 8:50 in de ochtend. Ik had nog even een klein probleempje met wegrijden. Zat een beetje, de grond was toch heel erg drassig. Maar ik werd geholpen door een Duitse meneer met zijn matje en die duwde achter de camper aan. En ik ben er toch uitgekomen. Dus, en nu zijn we op weg naar Schijndel eerst. Ze moeten nog even wat doen aan mijn fiets. Met inklappen is er een draadje afgebroken.
van het licht en dat moet even gemaakt worden. En daar zijn we rond 12 uur. Dus tot later. Nou, we zijn weer in Nederland. Het is nog 128 kilometer naar Schijndel. En we komen nog steeds aan om 12:08. Dus nou, mooi op schema. Nou, het is 1:05. La Crosse heeft het raadje vernieuwd en gemaakt. Ze zijn ongeveer 3 kwartiertjes bezig geweest. Nou, dat was toch vrij snel. En nu op naar huis. Als het goed is zijn we tegen 3 uur thuis. Dus. En is het weer een plekje. Ja, met een beetje geluk een plekje voor de deur. Maar we zullen zien. Dit was ons paasweekendje. En we hopen dat jullie ervan genoten hebben. Wij in ieder geval wel. En ja, een duimpje wordt gewaardeerd. Abonneren, nou dat zou helemaal fijn zijn. En tot onze volgende trip.